Ja, ik zit hier te wachten op een limo. Het is 19 november 2021. De dag dat de jeugdlintjes worden uitgereikt voor jongeren die fantastische dingen voor de gemeente hebben gedaan. En als het goed is, kan ieder moment die limo ergens vandaan komen. Vol met kinderen die de meest fantastische dingen hebben gedaan. Dus laten we eens even kijken waar die is. Ja, en daar komen ze hoor, let op. 1, 2. Hey, welkom. Hi, leuk dat jullie er zijn. We zien er schitterend uit, kijk eens even allemaal. Mooi, mooi, mooi. Kom maar mee, dan gaan we lekker naar binnen. Jee, een hele sliet aan jeugdlintjes hebben ze verdiend. Nicolas van 12. Ragat van 10 jaar. Hallo daar. Olivier van 13. Stoer hoor, die capuchon. En hier zien we Mavluda van 12 jaar. En tot slot Omar. Hij is 13. Ja, jullie hebben zeker iets goeds gedaan. Al deze leerlingen hebben namelijk met elkaar gemeen dat ze niet in Nederland zijn geboren, maar in Syrië en Polen. En nu een grote steun zijn voor de hele school, toch? Op het rinket zitten veel nieuwkomers, leerlingen die pas in Nederland zijn en die de taal nog moeten leren. En deze groep helpt ze dan als tolk, zodat het de nieuwe kinderen kan lukken om te zeggen wat ze bedoelen. Zo kunnen de leerkrachten de kinderen weer goed verder helpen en weten de kinderen dat ze niet alleen zijn. We zijn jullie dankbaar en geven jullie daarom allemaal een jeugdlintje. Hoe voelt dit nu? Heel leuk. Leuk? Ja. Ja? En voor jou? Ja, heel erg leuk. Ja? Ja. Wat vond je het leukste? In de loonmachine rijden. Ja, ook. Ja? Dat was wel ontzettend gaaf, hè? Ja. Dat had je zeker nog nooit gedaan? Nee. Nee, ik ook niet hoor. Ik heb nog nooit in een limousine gereden. Nee. Nee, nee. En kun je ons nog eens vertellen wat jullie nou gedaan hebben? Waarom heb je hem verdiend? Weet je dat? Omdat wij hebben vertaald voor kinderen die uit andere landen kwamen. En kinderen helpen als ze dingen buiten lastig vonden en zo. Ja, dus dan waren jullie eigenlijk een grote steun voor iedereen. Ja. Nou, dan ben ik hartstikke trots op jullie. Ja. Wat gaan jullie nu als eerste doen? We gaan naar huis. Ja? En uitrusten. Uitrusten? Ja, uitrusten. Ga ik uitrusten. En taart eten, denk ik, of niet? Ja. Ja. Hey, hartstikke goed. Hoe voelt het nou? Je hebt een prachtig lintje om. Goed. Normaal en leuk en vrolijk. Ja, hè? En wat heb je ook een naam erop staan? Ja, op de achterkant? Hierachter. Kijk eens even, wauw. Ja, dit is echt wel heel erg bijzonder. Ja. Wat vond je het mooiste, de limo? Ja, denk ik wel. Wat ga je lekker taart eten thuis? Nee, ik hou niet van taart. Oh, je houdt niet van taart, dus dat was een beetje jammer. Wat hadden ze je eigenlijk moeten geven? Ik weet niet. Oké. Zo, hoe is je dag vandaag? Echt heel goed. Echt heel goed. Ja, vond ik de leukste dag in mijn leven. De leukste dag van je leven? Ja. Wauw. Omdat ik kon eigenlijk in Limo zijn voor de eerste keer. Ja, ja. En je bent nou echt een hele bijzondere Heemskerker geworden. Dat besef je wel, hè? Ja. 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 Echt mooi. Ja, wie ben je? Sherry. En wat doe je hier? Ik kom een lintje ophalen. Ja.
Bijzonder trots mag Eemskerk ook op deze topper zijn. Daar is ze, de 12-jarige Sherry Wijnbergen. Sherry heeft zich maar liefst 240 dagen lang ingezet om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze bereikte dit door lege flessen in te zamelen op school, maar ze stond ook op kofferbakmarkten en betrok iedereen in haar omgeving bij het goede doel waar zij zich voor heeft ingezet. Zie je wat een geweldig bedrag ze heeft opgehaald? Sherry heeft hier heel hard aan gewerkt en regelde en plande dit allemaal zelf. Een dansje doen van vreugde mag dus ook wel. Wat haar motiveerde was de wens om iets voor het Antonie van Leeuwenhoek te doen, die haar familie zo goed hebben geholpen in een moeilijke tijd. Zo liet ze zien dat een heel sterke manier om met moeilijke tijden om te gaan is om je betrokkenheid te laten zien. En dat het helpt om hierbij te geven aan de mensen die het nodig hebben. Sherry, je bent een heuse inspiratiebron en we gaan hopelijk nog veel van je horen. Gefeliciteerd! Hier die prachtige oorkonde. En heel erg gefeliciteerd. Heel verdiend. Erg leuk. En dan krijg je nu van je moeder het lintje omgaan. Wow, Sherry! Hartstikke leuk. En je krijgt er ook nog een taartje bij. En ik heb begrepen dat jij wel iets heel bijzonders gedaan hebt, hè? Ja, mijn opa lag dus in het ziekenhuis omdat hij kanker kreeg. En mijn tante ging dus kerstbomen verkopen. En toen ging ik eerst helpen bij haar. En daarna dacht ik, ik ga iets voor mezelf doen. En toen ging ik lege flessen ophalen en naar kofferbakmarkten en zo in spulletjes verkopen. Dus zo ben ik eigenlijk vooruit gegaan. Ja, dus jij dacht eigenlijk naar zoiets verdrietigs? Wat er gebeurd is, dan wil ik eigenlijk wat goeds doen. Ja, want mijn opa wou het ook dat ja, we een beetje gingen helpen om het ziekenhuis te helpen. Om, ja, laat ik zeggen, mijn opa's beter te maken. Of meer beter te kunnen maken. Want dat maakt andere kinderen ook gelukkig. Ja, dus je bent er helemaal voor gegaan. Nou, dat is wel heel bijzonder. En dan heb je ook nog eens echt ontzettend veel geld opgehaald. Volgens mij ja. 2948 euro of zoiets en 65 cent. Zoiets was het ja, ongeveer, zoiets, hè? Ik weet het niet meer helemaal precies, maar ik zeg het een beetje uit mijn hoofd. Maar oké, dat is een fantastisch bedrag. Ja. En dat zijn wel heel veel flessen, zat ik uit te rekenen. Ja. Hoeveel flessen heb je niet door je handen gekregen in de afgelopen periode? Weet je dat nog? Nee, maar wel echt heel veel. Ja, ja. Ontzettend mooi. En ik ben echt ontzettend trots op jou. En ik denk heel Eemskerk met jou. Dankjewel. En dan is het naar zoiets verdrietigs en zoiets moois wat je gedaan hebt, ook zo'n dankbaarheid naar je toe. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel leuk om te doen. Dus. Ja, het is een mooie dag dus zo. Ja. Ja. 1, 2 en yes! Is hij leeg? Hey, oh je zit heel ver weg. Ja, de toppers van AZ. Hier zijn misschien wel de toekomstige koningen van het Nederlands betaald voetbal. Stefano Kamperveen, hallo daar. En Hatim Alfarghouzi, ook jij hallo. Al van kleins af aan zijn de jongens bezig met voetballen. Hatim nam zijn bal vroeger echt overal mee naartoe, zelfs als hij ging winkelen. Hij kon eerder dribbelen dan huppelen. Ook Stefano is zo lang aan de bal en werd al door scouts in de gaten gehouden vanaf het moment dat hij 7 jaar oud was. Het schijnt dat hij zelfs zijn voetbal mee naar bed neemt. Klopt dat, Stefano? Ja! Ja, zo zie je maar weer. We zijn goed geïnformeerd. Oeh, wat een strak doelpunt. Box. Als je deze actie ziet, snap je wel dat beide jongens nu officieel zijn aangenomen door AZ. Dat betekent dus dat training en school vanaf nu goed gecombineerd moeten worden. Maar zo te zien is dat iets dat de beide heren wel goed af zal gaan. We wensen jullie nog veel voetbalplezier en gefeliciteerd met jullie link. Jongens, jullie staan echt helemaal met je handen vol, hè? Ja. Wauw, wat hebben jullie allemaal niet gehad, zeg? Taart, lintjes. Hoe voelt dat nou?
Ja, gewoon heel goed. En ik ben ook heel trots gewoon dat ik dit heb gehaald. Ja. En jij? Ja, ik ben ook heel trots. En ik had het ook niet echt verwacht, maar... Nee. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag die iedereen wel heeft, hè? Die helemaal niet zo goed kan voetballen als jullie, zoals ik. Hoe is dat om bij AZ te spelen? Hoe is het? Heel leuk. Ja? Ja? Wat gebeurt er allemaal? Ja, gewoon tijdens het trainen gewoon van die oefeningen. En ook gewoon heel leuke, soms gewoon ook leuke spelletjes tussendoor samen. En soms ook leuke activiteiten samen doen. Oké, okay, ja. En wat is het geheim van een goede voetballer? Ken je hem al? Veel oefenen. Veel oefenen, hè? Ja, het begint allemaal met de drie oes, zeg ik altijd. Ken je de drie oes? Nee. Oefenen? Oefenen en? Oefenen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zie ook een trotse en stralende moeder staan. Ja, zeker. Nou, ik ben trots op ze allebei. Allebei, hè? Ja, ontzettend. Ja. Ja, want is het al veel heen en weer rijden in de auto en brengen en het werk eraan? Ja, het is zeker. 4 keer in de week is het echt heen en weer. En nou ja, ook wachten, hè, bij de kantine. En, nou, nu is het helaas niet mogelijk. Maar we zijn daar echt vanaf 4 uur tot ongeveer een uur. Of we zijn ongeveer 8 uur pas weer thuis. Dus ja. Ja, dat zijn lange dagen, hè? Dat zijn hele lange dagen. Ja, voor jou ook. Ja, maar het is jouw hobby. Wat vind je ervan dat dat allemaal voor je gedaan wordt? Best wel leuk. Ja, hè? Ja, dit is ontzettend lief. Ja, ik zei al, ik noteer alle benzinekosten. Dus dat komt later wel. Dat komt later, komt dat helemaal goed, ongetwijfeld. Kun je 100 gouden jasjes kopen. Ja. Maar ontzettend leuk en mooi dat jullie dat doen. Want eigenlijk zit zo achter ieder jeugdlintje ook eigenlijk een ouderling. Ja, zeker. Toch? Kijk, Damien is hier. Hey man. Box, leuk dat je er bent. Hier is Damien van Gool. Kijk, daar zit hij, op zijn fiets. Wekelijks is Damien betrokken bij activiteiten op het Cruyff Court en spelactiviteiten op het sportveldje achter Elio Mare. Zie je wat voor moois hij doet? Hij sport daar met de jongere kinderen en coachen bij een potje voetbal. Ja, daar word je blij van. Damien toont zich echt heel erg betrouwbaar, behulpzaam. Daar scoor je mee, ja, high five. En vervult gewoonweg een echte voorbeeldfunctie voor de rest van de groep. Waar hij hard voor heeft gewerkt en die hij op een geweldige manier weet te dragen. Sinds dit schooljaar is hij ook onderdeel van de jongere groep Young DT. En helpt hij zijn moeder, opa en oma. Damien, wij zijn trots op je. En daarom hebben wij onze pijlen ook op jou gericht. Gefeliciteerd. En hoe voel je je vandaag nadat je een lintje gekregen hebt? Ja, ik voel me eigenlijk wel vereerd en ik voel me goed ook. Ja? Ja. Ja, want je had nog nooit in een limo gezeten. Nee. En je zei net, wat gebeurde er onderweg? Ja, heel veel kinderen van mijn oude school die erin stonden echt verbaasd te kijken toen ik erin zat. Ja? Ja. Want je dacht, ik doe even dat raampje naar beneden, ga ik natuurlijk even een beetje een biggie laten zien van kijk, daar ben ik. Ja, echt, nee, dat snap ik. Ja. Wat goed. En wat heb je allemaal gedaan om dit jeugdlintje te krijgen? Nou, ik was toen met Brenda Zonneveld van Met Heemskerk. Was ik toen op de woensdagmiddag was ik mee op het Kruifkoord. Ging ik meehelpen. Als conflicten waren, was ik er ook bij. Toen ben ik nog naar Young DT gegaan ook. En ben ik ook nog op de maandagmiddag ben ik met haar bij het speeltuintje bij Lomare verder gaan uitbreiden ook. Ja. En ik heb echt begrepen dat je een enorm grote steun en hulp bent, hè, voor al die kinderen, ook die nog veel jonger zijn dan jij. Ja, hè? Ja, ja. Klopt. En hoe voelt dat om dat werk te doen? Ja, dat voelt wel goed ook om andere mensen te helpen. En ook als je doet blij hun zijn dan, dat is wel een goed gevoel ook. Ja. Ja. Nou, te gek. En je ziet vandaag dat het niet vergeten is door iedereen en dat je opvalt. Ja. En ik zeg het, binnenkort kan je gewoon helemaal niet meer normaal over straat. Want dan zegt iedereen, heb je hem van RTV Heemskerk, we hebben hem gezien. Ja. Ja. Nee, te gek. Ja. Nee, mooi. Nou, ik zou zeggen, ontzettend leuk dat je er was. Ja. Geniet ervan. Ja. En het allerbeste. Ja. Hops.
Ja, daar gaan we. De volgende. Mijn broer. Hallo. Hi. Ja. Quinn. Van harte welkom. Dankjewel, man. U heeft al een lintje. U bent al een keer geridderd. Ja, ja, wat mooi. Dag mevrouw, lukt het? Ja, het lukt helemaal prima. Ja. Maar daar komt de ster vandaan. Welkom. Ja. En daar komt de ster. Hi, ja. Quinn. Hi. Broeksman. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, ontzettend mooi dat jullie allemaal... Je bent met z'n drieën gekomen vandaag, hè? Ja. En dat is Quinn. Je vraagt je af wie daar aan komt rijden. Het is Quinn van Veen, van 19 jaar oud. Quinn is nogal druk, dat zie je meteen. We zijn blij met zijn drukke bezigheden en vele projecten voor de Jongerenraad van Heemskerk die hij al sinds 2018 heeft gedaan. Op dit moment is Quinn bijvoorbeeld weer druk bezig met het ontwikkelen van de website van de Jongerenraad, maar ook denkt hij mee met de gemeente over allerlei ingewikkelde vraagstukken die een grote betekenis hebben in het leven van de jongeren in onze gemeente, zoals participatie. We vinden het geweldig dat hij zich zo inzet voor zijn omgeving en voor het enthousiasme en de trouw waarmee hij aan het werk gaat. Dat is iets dat opvalt en dat we niet willen vergeten. Het is daarom dat we ook hem vandaag met heel veel dank een jeugdlintje geven. Quinn, ga zo door en we bedanken jou voor al je inzet. Wat betekent het jeugdlintje voor jou? Ja, dat is een leuke vraag. Voor mij betekent het eigenlijk dat er vanuit de gemeente en vanuit de mensen die er wonen, zeg maar, dat er waardering is voor de dingen die ik probeer te doen voor hun. En het is ook zeker een motivatie om verder te gaan. Want dat wil ik ook. Ik wil er ook gewoon werk van maken en werk van blijven maken. En er zit ook een hele trotse opa en oma, denk ik, bij. Ja, toch onze oudste kleinzoon. Kleinkind. Ja. Ja, we zijn wel trots op me. Ja. Het is toch wel één van die pilaren in mijn leven die toch wel heel erg belangrijk is geweest. En ook dat er altijd vanuit die hoek ook heel veel gejuich is geweest. En heel veel kracht naartoe is gekomen om door te blijven gaan. En de grote keuzes ook te maken. En ook vanuit hun perspectief te horen krijgen wat er gaande is en hoe het misschien behandeld kan worden. Want ook die ervaring kan niet weggelaten worden. Ja, en dan zijn we de laatste die in de auto zitten. Ik kan nog even met het mondkapje zo doen. 1, 2. En daar is hij, de volgende. Hallo. Hi. Dag Martijn en Steffen. Hoi. Hallo. Alles goed met jullie? Ja, ja hoor. Hoe was het daar binnen? Ja, mooi. Ja. Was het fijn? Vloer is verlicht. Ja, en er stonden champagneglazen. Jammer dat het geen champagne was. Ja. 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 En geen mooie vrouwen. Maar ja, oké. Okay. Je kan niet alles hebben. Nee, dit was wel heel mooi. Steffen en Martijn. Ja, ook voor hem mogen we twee duimen in de lucht steken. Doe je mee? Het is Steffen Schelings uit Heemskerk. Kijk, hij weet ook precies waar dat ligt. Ja, daar ergens ja. Goed zo. Dat Steffen dat in één keer goed weet aan te wijzen is geen wonder, want hij heeft namelijk een prijs gewonnen in de finale van de Nationale Aardrijkskunde Olympiade. En daarna behaalde hij, bij de internationale versie van deze Aardrijkskunde Olympiade, een bronzen medaille. Ja, daar gaat de mens van lachen. En dan verdient hij, zoals we dat nu allemaal kunnen zien, eigenlijk ook nog een lintje voor zijn vioolspel. Hij speelde afgelopen seizoen met het regionaal jeugdorkest Artians mee. En voor muziekstukken van Beethoven en Schubert draait hij ook zijn hand niet om. Na zijn talent en technische beheersing van de viool heeft hij een grote discipline en is hij een echte teamplayer. Ook aan hem overhandigen we in 2021 met veel plezier het jeugdlintje.
En wie is deze jongere die van die coole schoenen draagt? Het is Martijn Hiemstra van 17 jaar. En als er iets is waar hij goed in is, dan is het wel het maken van muziek. Martijn krijgt in 2021 een jeugdlintje omdat we hebben gehoord dat hij voor velen een voorbeeld is. Omdat hij met realisme en veel enthousiasme in het leven staat. En dan weet hij niet alleen maar goed om te gaan met de drumstijl, maar ook met tegenslagen en lastigheden die helaas ook onderdeel van het leven kunnen zijn. Wat Martijn zo gewaardeerd maakt is dat als er extra projecten op muziekgebied gedaan kunnen worden, hij direct inspringt en meedoet. Of er nu extra lessen zijn, een big band of een klassiek orkest, hij pakt het allemaal aan. En dan schijnt hij niet bang te zijn om in het diepe te springen. Dat klonk alle juryleden van het jeugdlintje dan ook als muziek in de oren. En daarom, Martijn, van harte gefeliciteerd. Zo klinkt geluk. Geluk. Nou, zal ik eens nou echt laten horen hoe geluk klinkt? Het is zonde om te gaan praten. Dat is zo mooi. Prachtig. Wat speelde je net? Ik speelde Arabesque van Debussy. Jullie hebben beide het jeugdlintje verdiend eigenlijk voor iets totaal anders. Maar jullie hebben wel veel met elkaar te maken eigenlijk in dit hele verhaal. Ja, klopt. Hoe zit dat? Ik speel ook viool, dus we komen elkaar vaak in het cultuurhuis tegen. En ook hebben we bij elkaar samen op school gezeten, in de klas. Dus daar zijn we elkaar ook vaak tegengekomen. Ja. Ja, we hebben het zelfs tegen elkaar opgenomen in die bewuste aardrijkskunde-olympiade. Oh, oké. En hij heeft mij met een puntje afgetroefd. Dus, met een punt? Ja. Dat zie je. Ja, dat is echt heel dichtbij in ieder geval. Wel ontzettend leuk. Maar jij kwam er via jou, Martijn, kwam je er toch bij, Stefan, of niet? Of hoe is dat? Ja, heeft wie getipt? Ik hoorde zoiets. Ja, onze docent, mevrouw Hobbes, op onze middelbare, die heeft ons allebei gevraagd of we mee wouden doen. Ja. En toen hebben we allebei meegedaan. Ja. En... ja, ik had net een heel klein beetje hoger dan jou. En, dat is hard, ja, ja, maar dat is verder goed uitgelopen, want ik ben uiteindelijk bij de internationale finale terechtgekomen. Ja, en dat zet de onderlinge betrekking tussen jullie helemaal niet onder druk of zo. Dat kun je wel goed hebben. Ja, wel makkelijk. En hoe lang ben jij al bezig met viool spelen? Viool? Ik speel nu al 12 jaar, geloof ik. Ja. Zo. Dus sinds ik 6 ben. Ja, dus en jij? Ik ben ook begonnen toen ik 6 was. Drum en piano, toch? Ja, ik zo 12 jaar piano, iets minder lang drum. Maar ik vind het allebei heel erg leuk. Ja, ja. Wat mooi. Ja, en nou ook nog eens een BH, hè? Ben je dan? Een bekende Heemskerker. Oh, zo. Ja, dat zeg ik. Ja, dat komt er dan bij. Dus hoe voelt dat? Nou, toch wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Ja. Ja, wel een mooie dag. Het is zwaar, maar hij voelt wel goed. Ja. Oké, goed zo. Goed zo. Hey, ik wens jullie ontzettend veel geluk. Ik vond het mooi dat jullie er vandaag waren. Speel jij even de laatste tune om eruit te gaan? Jeugdlintje-achtig. Ja. Bam, applaus. Zo jongens, dit was het dan. De uitreiking van de jeugdlintjes... ja, door de corona wel een beetje op een aparte manier. Maar via dit filmpje is iedereen erbij geweest. En wie weet, volgend jaar zien we elkaar live. Ik zou zeggen, hou je ogen open voor al die jeugdigen die talenten zijn, die mooie dingen doen en die betekenis hebben. En schrijf ze alvast op. Want wie weet is er volgend jaar in 2022 weer een nieuwe uitreiking van het lintje. En ik zou zeggen, heel graag tot dan. Dag.